We hebben nu een basisprogrammaplan gemaakt, voorgelegd aan de STOA, HWH, de partijen die aan te sturen. Nou, in basis zijn ze daarmee eens en nu gaan we het invullen en dat gaan we samen met de community doen. De volgende grote stap is echt die één prognose tool implementeren. Dus nu een testfase. Van de testfase moet je natuurlijk echt doorgaan naar implementatie, zodat alle waterschappen die er gebruik van willen maken, dat ook kunnen. Waar ik zelf ook behoefte aan heb, is dat een soort rapportagetool komt of een visuele weergave van je prognose, zodat je makkelijk je bestuur kan informeren. Het zou handig zijn als wij zeg maar, die tool kunnen toepassen. We hebben al tools die we zelf gebruiken, maar dat gewoon uniform is landelijk, dat wij ook de prognoses kunnen toepassen. De prognoses kan je tot waarde brengen door de beleidsmakers of bestuurders op een juiste manier mee te nemen. Door ze mee te nemen in het verhaal of de toekomstige hoeveelheid water die dan komt. Zodat ze een juiste beslissing kunnen maken voor grote investeringen voor de toekomst. Tegelijkertijd is het onze verantwoordelijkheid binnen het programma om het zo inzichtelijk te maken dat het gebruikt kan worden en die implementatiestap heel makkelijk is. Hoe beter je weet wat er op de zuivering aan gaat komen, hoe beter je weet hoe je dat moet dimensioneren, hoe beter je weet wat voor elementen je daarin moet stoppen. Lastige is en het leuke is dat je waterkwaliteit en waterkwantiteit niet van elkaar kan scheiden. Er komen steeds meer uitdagingen op ons af met verschillende chemische stoffen, medicijnresten, andere microverontreinigingen. Als je meer weet over wat daarover binnenkomt, kan je daar ook beter op handelen. Als waterschap kunnen wij dit niet alleen, daarom is het van belang dat je dit gezamenlijk met je ketenpartners oppakt. Voor drinkwater, hoeveel kunnen zij überhaupt ook in de toekomst nog gaan leveren met droogte? Gaan zij andere verwachtingen krijgen over het watergebruik? Gemeenten die ook verantwoordelijk zijn voor het transport van het afvalwater en dus je afvalwatertransportsysteem. Je kan niet zonder elkaar. En deze COP brengt die partijen wel bij elkaar. Ja, de meerwaarde van breder dan alleen met waterschappen bezig zijn is altijd dat je van elkaar leert en dat je toch net iets anders er tegenaan kijkt. Niet alleen hebben de gemeenten andere data, maar ze hebben ook andere belangen. Kijken op een andere manier tegen dingen aan. En dat samen maakt het, als je het samenvoegt, maakt het veel krachtiger. Mijn droomresultaat is een prognose waar iedereen wat mee kan op een makkelijke manier met veel verschillende vrijheidsgraden in de berekening. Ik hoop dat we over een aantal jaar een online tooling hebben waarbij zowel een gemeente als een waterschap dat rekenhard kan gebruiken om een hoeveelheid afvalwater van een bepaald gebied te berekenen en ook te voorspellen. Een gemeenschappelijkheid. Gemeenschappelijk, zodat je beter met gemeenten, beter met waterschappen, beter met de waterschap A, met waterschap B kan praten. Dat is niet eens mijn droom, dit is gewoon een concreet iets waarnaar we toewerken. En dit gaan we halen binnen nu en een paar jaar. Ik ben heel blij met wat de COP op dit moment betekent. En ik denk dat we, als we deze COP nog een paar jaar kunnen doortrekken, dat we nog veel meer meerwaarde gaan bieden voor de waterschappen en gemeenten. Voor mij zou het mooiste zijn als we samen tot een standaard komen voor afvalwaterprognoses. Dat iedereen het idee heeft, oké, zo gaan we het doen. Hartstikke mooi. En dat het dan ook heel makkelijk kan gebeuren. Dus dat die tools klaar zijn. Dat is natuurlijk waar ik aan het werken ben. Dus het zou geweldig zijn als dat ook dat doel wordt ingevuld.